Waarom naar de bloemist gaan als je ook een abonnement kan afsluiten? Hey. Nu worden ze aan huis bezorgd. Ik zet ze in een vaas en het is klaar. En ze blijven heel lang staan omdat het echt vers is. En dat vind ik ook wel echt een voordeel. Shavers Club levert voor 7 euro de beste scheermesjes door je brievenbus. Deze trend is ook een jaar of 10 geleden al in Amerika ontstaan. Vervolgens overgewaaid naar Engeland. En een jaar of 2, 3 geleden eigenlijk met een aantal initiatieven zoals HelloFresh en Bold King in Nederland gestart. Maar bij de autoriteit Consument en Markt regent het klachten over deze maaltijdboxen. We kregen bijvoorbeeld klachten van consumenten die telefonisch of op straat werden benaderd en dan ongewild aan een abonnement vastzaten. De fabrikanten worden daarom op de vingers getikt. Ze moeten hun klanten beter gaan voorlichten. Het gevaar zit hem erin dat consumenten niet op de hoogte zijn van hun rechten bij het aangaan van een abonnement. Zoals bijvoorbeeld dat ze 2 weken de tijd hebben om nog van het abonnement af te komen. Bij Bloemon is er juist sprake van een flexibel abonnement. In tegenstelling tot bijvoorbeeld kranten of een telecomabonnement kun je bij ons je eigen planning maken. Je kan kiezen voor 2-wekelijkse bezorging, maandelijkse bezorging. Je kan je eigen schemaatje maken en je kan dus altijd ook pauzeren of opzeggen. Wij verwachten dat in de komende 10 jaar het huidig hoeveelheid abonnementsverkopen nog tenminste tot 5 tot 10 keer zal vermenigvuldigen. Is het ook dat je gewoon weinig tijd hebt of geen zin hebt? Het zit denk ik een beetje in het midden, want ik heb een drukke baan. En tegelijkertijd is het gewoon makkelijk. Dat is vooral wat het is. En gemak dient de mens.